In totaal kregen 14 brandweerlieden een waarschuwing van de korpsleiding. In één geval was het parkeren van een kever op het terrein van de brandweer hiervoor de reden. Dit was in eerste instantie toegestaan, maar twee maanden na het aantreden van commandant Leenschaap was dat heel anders. Onder druk van het opleggen van een straf werd het voertuig uiteindelijk weggehaald. In de periode dat Leenschaap er nu zit, werden zes brandweermedewerkers ontslagen. In één zaak werd een brandweerman betrapt op het onder invloed zijn van alcohol op de kazerne. Een paar jaar eerder was hem al voorwaardelijk ontslag opgelegd vanwege een ander incident met alcohol. De maat was nu vol voor de korpsleiding, er volgde ontslag. Ook werd er vier keer iemand teruggezet in rang. In één zaak gebeurde dat nadat een brandweerman op Facebook kritiek uitte op Leenschaap. Hij werd zes maanden lang een rang teruggezet en kreeg hierdoor een lager salaris. Ja, hier aangeschoven Nicolai Brennan, jij hebt dit onderzoek gedaan. Uh, 50 sancties dus door schaap in ruim twee jaar, dat lijkt me heel veel. Ja, dit is het uh, mapje wat wij hebben gekregen, of je kan beter zeggen een map van de brandweer met honderden pagina's aan uh, optredens die Schaap heeft gedaan richting zijn personeel. Uh, wat je ook opvalt als je de map doorbladert, is dat hij ingrijpt bij kleine incidenten, zoals wildplassen in je brandweeruniform buiten. Maar ook bij grote incidenten, zoals we net al in het filmpje zagen, alcoholmisbruik onder werktijd. Nou ja, wat interessant is als je dit vergelijkt met de voorganger ook van Leenschap, ja, dan zie je ook dat leenschap echt veel vaker is gaan optreden. Want in dezelfde periode voor het aantreden van leenschap trad uh, de voorganger maar drie keer op. Ja, uh, heeft dat dan nu te maken met de nieuwe methode die is ingevoerd of is er gewoon veel meer gebeurd? Nou, Leen Schaap heeft van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan echt de opdracht gekregen om schoon schip te maken bij de brandweer. En veel harder te gaan optreden tegen brandverliezen die de regels overtreden. Nou, dat beleid dat stuit echt op enorm veel verzet binnen het korps. En we hebben ook een overzicht gemaakt van uh, wat de afgelopen 2,5 twee jaar, jaar allemaal gebeurd is. Leen Schaap, hier nog in zijn hoedanigheid als politiecommissaris, werd in 2016 aangesteld als brandweercommandant door toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan. Hij moest orde op zaken stellen bij de Amsterdamse brandweer en de heersende mannencultuur, waar regelmatig sprake was van ontoelaatbaar gedrag, doorbreken. Ja, waar je 435 mannen bij elkaar eh, zet, dan, dan kan er een cultuur ontstaan waarvan je denkt: ja, eh, zou dit niet wat anders, eh, wat anders kunnen? Het beleid van Schaap stuit op veel verzet binnen het korps. Het grootste obstakel op de weg naar verandering de afgelopen 2,5 jaar is de ondernemingsraad. Een ondernemingsraad is medezeggenschap. Je zou in gezamenlijkheid het bedrijf verder willen, willen brengen. Maar tot nu toe is het hier zo geweest dat er een cultuur was van ja, wat de ondernemingsraad wilde, dat, dat doen we. Het strikte bewind van de brandweercommandant resulteerde zelfs in meerdere rechtszaken tegen zijn eigen personeel. De brandman in kwestie die zegt eigenlijk u heeft gewoon een voorbeeld nodig uh, om uw rapport uh, mee op te vullen. Volstrekte onzin. Ik reageer slechts op berichten die mij te kennis zijn gekomen. En als verantwoordelijk commandant heb ik de plicht dat aan te pakken. Dus het idee dat dat een, een, een kentering van beleid is of dat ik op zoek ben naar de individuele brandweerman, werp ik echt ver van mij. Oud-brandweermannen hebben de afgelopen tijd altijd gezegd dat schaap veel te hard optreedt. We hebben dus heel duidelijk de signalen gekregen dat de huidige brandweer, een heel aantal groot aantal mensen van de brandweer op dit moment in een angstcultuur leven. Die durven niks meer, meer te zeggen. Er worden recherchebureaus ingezet om ze te volgen. Nou, wij vinden dit de grens is bereikt. Ondanks veel kritiek op Schaap, werd zijn contract in april van dit jaar verlengd. Diezelfde maand, in een interview bij Radio 1, vergeleek de commandant de ondernemingsraad met de maffia. Ook liet hij zich negatief uit over oud-brandweerlieden. Het interview zorgde voor nog meer onrust binnen het korps. Ja, dit laat duidelijk zien dat het daar heel onrustig is. Uh, maar die onrust is er nog steeds. Ja, dit interview wat, jullie, wat we net aanhaalden in het item, ook al bij Radio 1. Sindsdien is het echt verder geëscaleerd binnen de brandweer. Zoals de over en weer tussen leenschap en oud-brandweerlieden aangifte gedaan van smaad en laster. En als klap op de vuurpijl heeft leenschap ook nog aangifte gedaan van doodsbedreiging. Nou, dat is nog op dit moment in onderzoek door justitie. En wat daaruit mm -hmm. komt, dat weten we nog niet. Nee, en hoe moet dat nu verder bij de brandweer? Ja, dat is een goede vraag inderdaad. Femke Halsma is afgelopen zomer geïnstalleerd als onze burgemeester natuurlijk. En zij trof ook een brandweerkorps aan waarin die cultuurverandering niet echt goed doorzet. Daarom heeft de voormalige commandant der strijdkrachten Peter van Um aangesteld om een rapport op te stellen. Mm -hmm. nou, dat rapport dat, uh, wordt deze week al verwacht. En je merkt ook van de mensen die ik spreek, die wachten echt in spanning hierop af wat gaat er gebeuren. Want dat maakt echt duidelijk wat de brandweer de komende jaren gaat doen. Ja, Nicola, jij gaat dat voor ons volgen. Dank je wel.